Binnenkort reizen we zoals ieder jaar opnieuw naar de kustgemeente. Sint-Niklaasdag de Blankenbergen die gaat voor de 24e keer door op zondag 3 augustus. Ook dit jaar is het goede weer besteld en we hebben weer heel wat in de aanbieding. Zo genieten de deelnemers een korting op de tentoonstelling Storms. Of kan je terecht in het Belle Époque Centrum hier in de stadskern van Blankenbergen, waar je ook binnen kan aan het groepstel. Storms is een interactieve tentoonstelling. Het is eigenlijk een combinatie van entertainment, simulatie en educatieve informatie. Dus een combinatie van die twee aspecten die het leuk maakt voor families, zowel voor de kinderen eigenlijk als de volwassenen. Drie augustus is bovendien de dag van de Paravanfeesten. Een volksfeest waarin het vissersleven centraal staat. Hier kunnen ze komen kijken hoe de garnalen worden gepeeld. Een mooie tentoonstelling met prachtige foto's van de haven in de jaren 1900. Natuurlijk ook het Chanticoor, het koor die overal optreedt, internationaal aan grote festiviteiten, waar ze typische zeemansliedjes kunnen horen. We hebben hier de Blankenbergse reuzen die zullen komen kijken naar de grote volksdansgroepen die hier komen. In ieder geval een prachtige aangelegenheid. Inschrijven doe je door je ticket af te halen bij de dienst toerisme van Sint-Niklaas op de Grote Markt. Tickets kosten €16. €10 bedraagt de prijs voor houders van een kansenpas en kinderen jonger dan 12 die sporen helemaal gratis mee. Daarvoor krijg je een treinrit heen en terug van Sint-Niklaas naar Blankenbergen, een maaltijdcheck van €7,50 te gebruiken in een horecazaak naar keuze, een drankbonnetje en een lotje voor een wedstrijd. Dat is toch een mooi aanbod.